allemaal en welkom bij deze nieuwe video. In deze video ga ik vissen met de Megazwammers 5.5 inch van Exxon. En deze ga ik bevissen door middel van een montage die buitengewoon prettig vist en bovendien uitstekend werkt. Deze schitterende shirts hebben een lengte van 14 cm en zijn vervaardigd met een innovatief ribontwerp. Door de combinatie van de scoop en de flankende body zijn het echte snoeksnoepjes. By far de beste shed waar ik ooit kennis mee heb mogen maken. Deze sheds ga ik bevissen door een Line Through Carolina combo. Nou, mocht je willen weten hoe dat zit, daar heb ik een aparte video van gemaakt, maar ik zal deze voor het gemak aan het einde van de video nog een keer laten zien. Ik probeer, alvorens ik naar de geplande stack ga, eerst even in deze woonwijk. En dat levert in ieder geval één snoekje op. De montage laat het toe om te spelen met het aas en behoudt de volledige flexibiliteit van de shed. En dat bevalt mij prima. Ook gewoon stationair indraaien is geen enkel probleem. Het duurt dan ook niet lang voordat de tweede op de shed klapt. Geen reuzin met een dikke pens, maar een klein gemeen torpedootje. De derde laat ook niet lang op zich wachten. Wederom geen maat om over naar huis te schrijven, maar hey, het is er wel weer een. Deze pro-shine kleur heb ik voorzien van iets minder gewicht. En ook die laten geen gras overgroeien, want wederom komt er een bijtgraag snotsnuitertje om het hoekje kijken. Zo, dat was hem even voordat hij in een hoekje. Ik denk dat het namelijk echt afgelopen is met de snoekjes daar. Die zullen wel denken van bekijk het maar, het is wel even goed nu. Het water is vrij lang, dus ik ga even naar een andere plaats toe. Kijken of ik daar eventueel een snoekje mag pakken. En ja, om natuurlijk de Carolina combo rig. Ik moet eigenlijk zeggen de Line Through Carolina combo rig. Dat ding, die montage werkt fantastisch man. Die is echt, echt heel goed. Ik kan hem echt iedereen aanraden. En zeker voor deze shed. De Exxon Megazwammer 5.5 inch. Laat zich natuurlijk ook gewoon prima bevissen met een normale jigkop. Of wil je ook de flexibiliteit van de jig van de shed behouden, kun je natuurlijk ook gewoon een screw-in jig gebruiken. Dus, ja, gaat goed. Kijken of we nog meer visjes kunnen pakken. Helaas, geen snoek meer die dag. De snoeken die zaten allemaal in dat ene hoekje. En dat is natuurlijk niet zo gek, want het is 3 weken geleden paaiseizoen begon. En de mannetjes komen als eerste aan op de paaiplaats. Dus het is helemaal niet zo gek dat ik daar zoveel snoekjes pakte. Allemaal van het maatje naar hooguit 60, misschien 65 centimeter. Dat zijn mannetjes, die wachten op het vrouwtje. En dan gaan ze lekker hun ding doen. Maar goed, ja, dat is dus 3 weken geleden en het is nu gesloten tijd. Ik mag niet eens meer verder, dus ik moet een einde gaan breien aan deze video. Nou, het is niet anders. Het is een paar maanden even op onze tanden gaan knarsen. En dan mogen we gewoon weer vissen op onze geliefde roofvissen. Maar goed, de Exxon Megazwammer 5.5 inch, ik blijf erbij. Ik weet zeker, vrijwel zeker, dat iedereen heel content is met deze shed. Hij is namelijk echt heel goed en je kan alle kanten uit. Het is heel divers. Nou, dit is bijvoorbeeld de screw-in jig in combinatie met een ja, dreggie.
Maar je kan natuurlijk ook gewoon weedless vissen. Je kan een offset haak gebruiken. Je kan natuurlijk gewoon de Carolina Combo gebruiken. Man, verzin het maar. Alles is mogelijk met de Exo meegezwommen 5,5 inch. Hij komt natuurlijk ook in kleinere maten, dus mocht je op snoekbaars willen gaan vissen met de Exo Megazwammers, dat kan natuurlijk. Hij komt in een slagje kleiner en hij komt in nog een slagje kleiner, wat natuurlijk ideaal is voor baars. Nou, mocht je meer willen weten over de Exo Megazwammers, kijk even op baitnation.nl. De link staat onder in de video-omschrijving. En wellicht is dit ook jouw shed. In ieder geval van mij wel. Fantastisch ding. Maar goed, de gesloten tijd. In de gesloten tijd ga ik volop met hollow body frog tips aan de gang. Dus ja, natuurlijk komen er wel video's, maar ik ga natuurlijk niet vissen op roofvissen. Die tips die zijn altijd handig voor mensen die in de zomer graag met hollow body frogs vissen. En er zitten een aantal tips bij, die ga je echt te gek vinden. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker op mijn kanaal rondbanjeren, rondhangen. Want ja, de eerste tipvideo komt er rete rap aan. En dan zou ik in ieder geval voor nu in ieder geval zeggen, tot de volgende keer, tot later en anders tot na de gesloten tijd. Ik ga deze Exo Megazwammer 5,5 inch voorzien van een Line Through Carolina Combo Rig. Deze montage kun je in principe ook voor andere jets gebruiken. Wat heb je nodig? Natuurlijk, staaldraad. Ik gebruik hier geplastificeerd staaldraad, maar eventueel ander onderlijn materiaal werkt ook prima zolang het maar flexibel is. Dreggen maatje 2. Ik gebruik de dreggen van Gamakatsu. Sleeves. Let natuurlijk wel op dat deze perfect aansluit op de dikte van je onderlijn materiaal. Deze sleeves werken voor mij prima. Kleine transparante kraaltjes. Ik gebruik hiervan 2 stuks. Een ander kraaltje, die dient als toppertje voor de dreg. Een 5 grams kegelvormig schuiflood. Je kan eventueel ook kiezen voor iets zwaarder, maar dat is aan jezelf. Het is ook afhankelijk van de grootte van je shed. Een 6 grams schuiflood. Ook hier kun je spelen met het gewicht, maar ik kies voor deze shed een loodje van 6 gram. Optioneel kun je kiezen voor een worteltje. Nu komt het neer op een uiterst therapeutisch werkje. De stalen lijn door de shed halen. Dit is tijdrovend en het enige wat even lastig is om te doen. Knip een lengte van ongeveer 1 cm of 40 aan stalen onderlijn af. Deze gaan we door de shed heen prikken aan de voorkant van de snuit. Zorg dat je dit zo zorgvuldig mogelijk doet. Neem er de tijd voor en zorg dat het uiteinde uiteindelijk ongeveer in het midden van de shed aan de onderkant er weer uitkomt. Dit kost echt wat tijd en enigszins wat handigheid. Zoals ik al zei, een therapeutisch werkje. Nu monteren we hier de dreg. Schuif een kraaltje als eerst op het uiteinde en vervolgens een sleeve. Nu gaan we de dreg monteren. Maak een lusje op de plek waar je de dreg wil hebben.
Doe daar vervolgens de dreg in en sluit de lus af door de sleeve over de verbinding te schuiven. Trek de lus aan zodat deze kleiner wordt en knijp de sleeve vervolgens vast. Nu gaan we een kegelvormig 5 gram schuiflood in de kop van de shed duwen. Schuif het lood om de lijn naar beneden en duw het lood zoveel mogelijk naar de buikkant bij de shed naar binnen. Zorg ervoor, en dit is belangrijk, dat het lood zoveel mogelijk in de buikkant gepositioneerd wordt. Dit zorgt ervoor dat de shed altijd netjes op de buik landt en in de juiste positie ingehaald kan worden. Duw het loodje goed naar binnen en kneed de shed zo dat het lood er netjes recht in komt te liggen. Voorzie de lijn van een kraaltje, vervolgens het 6 gram schuiflootje en dan weer een kraaltje. Plaats een sleeve om de lijn. Deze zorgt voor de afsluiting. Plaats een worteltje en positioneer deze ongeveer 10 tot ongeveer 15 centimeter van de snuit af. Maak daar een lus, inclusief de wortel, en schuif de sleeve over de verbinding. Nu is het een kwestie van vastknijpen en de montage is klaar.